Ja, je moet de accreditatie nog even wat meer hebben, maar ik denk dat het dat wel een mooi maar hij was. Laten we even zo open houden hoor, ik heb helemaal gek. Ja, zei dan? Zit je gewoon niet wat bij? Half naar achter, omdat hij op zoek is. Dat had precies de schaduw van de Whitney. Zit hij nou daar een soort van een beetje vast? Nee, hij moet er even helemaal omhoog. Oh, laat hem zo afvragen. Ja, dan doen we hem gewoon op schaal. Laat hem daar los. Ik hoop dat er alweer zoveel mensen klaar zijn om daarna ook de herdenking van het moment dat de vrede werd getekend hier in Hotel de Wereld en onze vrijheid. Koekjes in zijn zak. Thank you.
jaar. En het plaats voor 2 tot 10 soldaten, afhankelijk van de uitvoering. Nou, kijk, op de Grebbeberg is altijd indrukwekkend. Dan de Black Horse het is een begraafplaats die fantastisch wordt onderhouden. Wat ik aardig vind, in al die tijd dat ik daar gekomen ben, dat er nooit sprake was van de verminderde belangstelling. Altijd de combinatie van jong en oud. En als je dan weer terugdenkt naar al die verhalen van die ouderen, ook die daar liggen, ook nog vele namen die bekend zijn. Ja, vind ik het fantastisch toch dat wij hun zo eren, want ze hebben wel hun leven voor ons gegeven. Dus ik was blij erop te zijn. Nou, omdat dat comité was voor de bevrijding van de bevrijdingsdienst is in Wageningen is getekend. En dat comité wilde dat altijd ieder jaar vieren. En toen hebben ze na verloop van tijd gevraagd of ik in dat comité wou plaatsnemen om die jongere generatie erbij te betrekken. Nou ja, en nu ben ik nog steeds bij hun betrokken. En ik vind het ook goed om die bevrijding te vieren, want kijk eens, als je ontmoet ook de mensen in Canada die dit hebben gedaan, ja, zij wisten überhaupt sommigen niet waar Europa lag. Dus die zijn in een training gegaan en zijn hier gekomen, hebben hun leven gegeven. Dus ik bewonder toch de keer wel, en als ik dan laatst zo'n veteraan, die was toen 17 jaar, toen hij zo'n Lancaster vlak. Nou, dat is natuurlijk toch, ik bewonder de mensen wat ze voor ons hebben gedaan. Dan een gecombineerde aanwezigheid hier. U bent hier vandaag in Burger als professor, niet als adjudant van de koning. Dat bent u ook. Dat ben ik ook. Waarom is daarvoor gekozen? Oh nee, kijk, als ik dat had gewild, maar die mensen gaan me ook vragen, maar die weten ook niet je adjudant bent. Dus ik krijg misschien vragen, maar het is echt niet ter discussie geweest. Soms ben ik hier wel een uniform geweest en soms niet. U heeft het ook een beetje overgenomen van uw schoonvader, kan ik het zo zien? Mijn schoonvader, ja, maar mijn schoonvader was hij eigenlijk altijd. En eigenlijk, ik heb het niet overgenomen van mijn schoonvader, maar wel, ik vind het meedenken aan die bevrijding. Eigenlijk, hoe hou je dat comité in Wageningen in leven? Dat spreekt me zeer aan. Is dat gesprek voor Korea, voormalig Nederlands? Dat is in het comité het gesprek voor. En met u vroeger, zeg maar, bij uw schoonouders thuis? Ja, nou ja, zeker. Kijk, dat was natuurlijk toen een groot leeftijdsverschil. Maar nee, de verhoudingen zijn altijd voortreffelijk. De jaren 50 tot 1955. De aanbesteding was destijds 738 Amerikaanse dollars in 1941. En dit betekent ook, dames en heren, het moment dat wij afscheid gaan nemen. En dat doen we natuurlijk met een applaus en dankbaarheid voor zijn opnieuw aanwezigheid. Professor Merkel, voorhoofd, bijzonder adviseur van het Nationaal Comité